Het gevecht om het Witte Huis is in volle gang. Wie komt hier straks te wonen? In de strijd tussen democraat Kamala Harris en republikein Donald Trump telt elke stem. Maar het is belangrijk dat je weet dat Amerika kiest op ongewone manier. Je kan hier zelfs minder stemmen krijgen dan je tegenstander en toch president worden. Want ze tellen niet alle stemmen bij elkaar op. Nee, het gaat anders. In alle 50 staten worden apart verkiezingen gehouden. En in elke staat wordt een winnaar aangewezen. Bijvoorbeeld Trump krijgt de meeste stemmen in Texas, maar Harris wint in New York. Het bijzondere in Amerika is dat de uitslag van zo'n staat wordt omgezet in zogeheten kiespersonen. Hoe meer inwoners een staat heeft, hoe meer van die kiesmannen en vrouwen die we tegenwoordig kiespersonen noemen. Kijk maar, Texas heeft er 40, New York 28. Elke staat heeft een getal. Het totale aantal is 538 kiespersonen. Onder in beeld zie je dat bij de balk. En om president te worden moet je dus meer dan de helft van de kiespersonen veroveren. Dat zijn er 270. Het magische getal in de presidentsverkiezingen is dus niet een zetelaantal of een percentage van de stemmen, maar die 270 kiesmannen. In heel veel staten weten we al wie daar gaat winnen. In deze staten wonen in meerderheid Republikeinen. Rood is de kleur voor rechts in het Amerikaanse systeem. En Trump heeft deze staten eigenlijk al op zak. Maar er zijn natuurlijk ook staten waarin meerderheid Democraten wonen. En daar is Harris verzekerd van de overwinning. En als je die twee kaarten bij elkaar voegt, krijg je dit beeld. Beide partijen staan er best goed voor. En als je de kiespersonen erbij zet, dan zie je dat de kandidaten elk al ver richting die 270 gaan. Maar je ziet ook staten die niet zijn ingekleurd. Die staten noemen we swing states, van het Engelse woord swing, oftewel schommel. Die staten schommelen. De ene keer kiezen ze voor democraten en bij de volgende verkiezingen voor de republikeinen. Die swing states geven de doorslag. Daar draaien deze verkiezingen om. De cruciale staten zijn dit keer Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina en Georgia. Harris en Trump moeten in elk geval een deel daarvan winnen om over die grens van 270 te komen en president te worden. Zijn Harris en Trump de enige keuze die kiezers hebben? Nee. In veel staten hebben onafhankelijke kandidaten zich gekwalificeerd voor het stembiljet. Zij dreigen kiezers weg te snoepen. Als het in een swing state nek en nek is tussen Harris en Trump, kunnen 10.000 stemmen voor zo'n derde kandidaat van grote invloed zijn. En zelfs bepalen wie er in het Witte Huis terechtkomt. Verkiezingsdag is 5 november. Maar in sommige staten kunnen mensen al vroeg stemmen: in persoon of met de post. En dat begint al eind september. De uitslag? Vorige keer duurde het vier dagen voordat alles geteld was. We zullen zien of dat dit keer sneller gaat.